Maar sommige informatie ben ik er niet mee eens, sommige wel mee eens. Dat is een beetje waarom ik deze video's maak. En dat vind ik erg leuk om jullie dan te educaten. Te educaten. Ja. Oké. Okay. Thuis Resistance Band is wel top. Wel heb ik heel even één melding erbij. Is dat Resistance Bands een best wel rare strength curve hebben. Een strength curve is zeg maar welke... Oh, echt super kinderachtig. Yo mensen, welkom dat je allemaal kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we voor de derde keer volgens mij reageren op TikToks. Ja, ik weet het, dit is een beetje nou een terugkomende serie op mijn kanaal. Terugkomende video's, concepten, et cetera. Ik vind het gewoon erg leuk om te reageren. En TikTok is echt bombarded, gewoon knijterveel fitness content op TikTok. En het is erg grappig om op deze mensen te reageren. We willen natuurlijk een beetje hetzelfde doen als ik. Gewoon jullie motiveren en extra tips en motivatie geven en zo. Dus absoluut geen haat met deze mensen. Maar sommige informatie ben ik er niet mee eens, sommige wel mee eens. Dat is een beetje waarom ik deze video's maak. En dat vind ik erg leuk om jullie dan te educaten. Te educaten. Ja. Okay. Dus ja, we gaan weer even kijken naar een aantal TikToks. Helaas heeft TikTok een andere policy, zeg maar. De muziek op TikTok is niet echt gewaardeerd als je die gebruikt op YouTube. Erg vervelend, dus soms moet ik een andere muziekje onderplakken. Want dan is bijvoorbeeld, dan hebben ze bijvoorbeeld hele bekende muziek en dat mag niet op YouTube. Want dan krijg je een copyright strike en daar wordt Max niet heel blij van. Dus we gaan beginnen met de eerste video en let's go. We gaan het niet hetzelfde doen. We gaan nou een G-curve doen. De audio van het filmpje komt eerst en dan daarna zie je pas het filmpje. En dat begint dus ongeveer nu. Leer de wet van de thermodynamica, eet pizza en resultaat boeken is mogelijk. Heeft hij inderdaad gelijk in de wet van de thermodynamica? Calorieën in, calorieën uit, wat hij hiermee bedoelt. Als je meer calorieën inneemt, dan kom je aan dan dat je verbrandt. En als je minder calorieën inneemt dan dat je verbrandt, val je af. Daar heeft hij dus gelijk in. Echter moet ik hierbij wel zeggen dat voor de meeste mensen dit niet echt is weggelegd. Of je moet echt van de rest van de dag niks willen eten. Maar bijvoorbeeld, sommige meiden hebben al een TDEE, een Total Daily Energy Expenditure, van bijvoorbeeld 1100, 1200. 1300 calorieën en sommige pizza's bevatten misschien al 2000 calorieën. Ja, dan is het dus al niet mogelijk voor jou om op die dag alleen pizza te eten. Of je moet de dag ervoor of de dag erna of de dagen erna compenseren, zeg maar. En voor de meeste mannen is het in principe wel mogelijk, tenzij je echt vrij licht bent en best wel klein en niet heel veel spiermassa hebt. Dan moet je er ook heel erg bij oppassen. En voor de mensen die wat meer wegen of wat groter zijn of wat actiever zijn door de dag heen, is het wel gewoon mogelijk. Maar wel moet je onthouden van als jij een pizza eet, dan haalt natuurlijk ook af het totaal aantal calorieën wat op de dag mag nemen. Dus moet je wel een beetje gaan kijken hoe dit zit nou met je macro's, met je eiwitten en met je vetten bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk, mijn fitnesspel maakt gewoon een gok van hoeveel calorieën je op een dag verbrandt. Dit is nooit accuraat, althans, dat moet echt heel veel geluk zijn, wil het accuraat zijn. Want dit verandert natuurlijk elke dag. En het is maar based op een kleine calculatie van hoeveel jij weegt, wat je activiteitsniveau is, of je man of vrouw bent en hoe lang je bent. Er zijn heel veel andere calculaties op Google die ik zelf accurater vind. Bijvoorbeeld bij het berekenen van je AMR. Natuurlijk, dit berekent ook een beetje je AMR, want het berekent ook mee van wat je activiteitsniveau is. Maar ik vind op Google zijn er een paar handige linkjes. Ik zal er eentje in de beschrijving zetten die ik altijd gebruik. Maar als ik bijvoorbeeld mensen ga helpen via Instagram of via, ik allemaal, die mijn hulp nodig wil hebben met de afvallen of et cetera, dan raad ik meestal deze berekening aan. Er zijn heel veel verschillende berekeningen van hoe je dit kan berekenen. Wow. Maar in ieder geval, het is bijna nooit accuraat. En wat ik daarom wel aanraad is gewoon dat aantal wat die berekening weergeeft. Gewoon een aantal dagen te eten. Meestal raad ik aan gewoon 2 weken. Omdat je dan echt ziet van de eerste week het gemiddelde van je gewicht. Elke ochtend in de ochtend op de weegschaal. En de tweede week je gewicht elke ochtend op de weegschaal. En daar dan de gemiddelde van. Kan je goed zien of dat je bent aangekomen of afgevallen. En dan heb je een beetje een goede representation. Maar in ieder geval heb je een goed beeld van hoeveel calorieën jij door de dagen heen verbrandt, door de week heen. En daarop kan je het een beetje dan aanpassen, omhoog of omlaag, een beetje van wat je doelen zijn. TikTok tip 2. Schaf resistance bands aan, want hier kun je letterlijk zoveel oefeningen mee doen. Dat is niet normaal. En je kan ze dus ook nog combineren. Dus die lichter met een zwaardere en wij zijn helemaal fan. Ja, ik ben ook wel fan van resistance band. Dit was dan waarschijnlijk voor thuis trainen. Natuurlijk in een sportschool gebruik ik eigenlijk alleen maar resistance band bij het opwarmen. Maar
thuis resistance band is wel top. Wel heb ik heel even één melding erbij, is dat resistance bands een best wel rare strength curve hebben. Een strength curve is zeg maar op welk punt van de oefening het zwaarst wordt. Bij resistance band is die natuurlijk wanneer de elastiek het verst is gestrekt zeg maar. Als je dan bijvoorbeeld een push-up uitvoert, dan is het natuurlijk bij het laatste gedeelte dat jij volledig wil uitstrekken de oefening het zwaarst, omdat daar de elastiek ja, het meest op spanning staat. Dus in het begin van de oefening, eigenlijk op het punt waar jij de meeste kracht van je borst nodig hebt, is de oefening eigenlijk een beetje te licht. En daarom moet ik wel altijd zeggen van bij resistance band is wel een beetje ja, sceptisch soms of dat de oefening wel goed genoeg is voor de juiste spier. Dus moet je wel goed in de gaten houden van of dat je wel de juiste intensiteit hebt bij de oefening en dan om de juiste spier te targeten die jij wil gaan targeten. Bijvoorbeeld bij de push-up, als jij het begin van de oefening heel snel kan doen, maar laatste gedeelte van de oefening wordt het een beetje zwaar, dan heb je eigenlijk niet heel veel gedaan voor je borst en veel meer voor je triceps, wat je natuurlijk niet wilt hebben. Of ja, ligt er een beetje aan op welke manier je push-ups wil doen, maar als je push-ups wil doen voor je borst, wil je dat natuurlijk niet hebben. Bijvoorbeeld een fly met resistance band is als veel meer echt mainly focus op je chest, omdat natuurlijk bij het laatste gedeelte, als de resistance band het meeste weerstand geeft, ja, je nog steeds je borst aanspant en niet in één keer je tricep, want dat is bij flies, ja, bij de meeste mensen die flies doen, willen ze daarbij niet hun tricep gebruiken. Dus is bij flies resistance band wel een stuk handiger dan bijvoorbeeld bij een push-up als je daarvoor je borst wilt trainen. Dit geldt ook wel voor andere oefeningen, dat moet je een beetje in de gaten gaan houden. Maar overal ben ik wel gewoon tevreden over het gebruik van resistance band. Dus als je die hebt en je hebt verder niks anders, dan gebruik ze zeker, want ze zijn zeker goede hulpmiddelen. Maar houd het heel even in je hoofd. En je moet natuurlijk ook niet zoiets als dit gaan doen. Maar ja, dat was dus de video. Ik heb even gericht op 3 TikToks. Ja, ik hoop dat jullie dit leuk vonden, dat jullie er wat aan hebben. Like zeker al even deze video. Dit was de eerste wekelijkse video van mij. Zeg maar door de week heen. Normaal upload ik altijd om 7 uur op maandag. Maar dit keer dus op een andere dag. Ik weet even niet of het nou woensdag of donderdag. Een van die 2 dagen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet bent gedaan. En like deze video, zoals ik net ook al heb gezegd. En ja, fijne week. Nog, tot ziens.